Wakker worden, Arnold. Megalodon heeft je opgeslokt. Klop, klop, Arnold. Volg het witte konijn. Megalodon is een haai van de familie Otodontidae. 15 meter lang en 40.000 kilo in gewicht. Dit is de gevaarlijkste jager van de zeediepte, die zich helemaal bovenaan de voedselketen bevindt. Megalodons voeden zich met kleine walvissen, die hun echter in grootte overtreffen. Omdat ze nog een hoge snelheid, nog een groot uithoudingsvermogen hebben, rammen megalodons hun slachtoffers. Ze proberen hun beenderen te breken en vitale organen zoals het hart en de longen te beschadigen. De megalodon heeft 276 tanden, gerangschikt in 5 rijen. Waarvan de grootste 19 centimeter lang is. Dit is 3 keer meer dan die van de grote witte haai. Megalodons kaak is 2 meter hoog, 2,5 meter breed en heeft een bijtkracht van 100 kilonewton. Dat is 9 keer meer dan een grote witte haai, waardoor de megalodon zelfs de ruggengraat van kleine walvissen kan breken. Het lijkt erop dat je door zuurstofgebrek bent gaan hallucineren. Vertel me, waar droomde je over? Megalodons? Die bestaan niet. Arnold, ze stierven meer dan 2 miljoen jaar geleden uit door het afkoelende klimaat. Oh mijn god, het is een verdomde dinosaurus. Oh, Arnold, je liet me schrikken. Ik zie dat je besloten hebt het Paleohistorisch Museum te bezoeken. Het is hier echt cool. Zelfs Orochimaru uit Naruto is hier. Ik hoorde dat hij geheime technieken van wederopstanding kent. Hij kan dode dingen weer tot leven wekken. Wat? Nee, hij gebruikt het op dinosaurussen. Rennen, stelletje dwazen. Dinosaurussen zijn heel gevaarlijk. Of het nu herbivoren zijn, carnivoren of zelfs deze radicale dinosaurussen, ze zijn waanzinnig kwaad. En dat zou jij ook zijn als je in 66 miljoen jaar niet gegeten had. Bovendien worden de dinosaurussen nog kwaader nu ze zien wat er in de loop van de evolutie met hun nakomelingen is gebeurd. Alle wereldleiders hebben de staat van beleg afgekondigd. Helaas is er maar heel weinig echt bekend over het ware gedrag van dinosaurussen. Het lijkt erop dat de beste oplossing die ze bedacht hebben het inhuren van een hondsdolle kalkoenspecialist is. Val aan! Dinosaurussen heersten 160 miljoen jaar lang op aarde. Maar de val van de meteoriet veranderde de loop van de evolutie en maakte de ontwikkeling mogelijk van onze voorouders, zoogdieren. Nu zullen alleen de sterkste overleven. Maar wat is er nu in hemelsnaam aan de hand? Wacht, ik denk dat ik het snap. In de afgelopen 66 miljoen jaar is het klimaat van de aarde kouder geworden en is de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer veranderd. Het lijkt erop dat dinosaurussen hier niet meer kunnen leven en opnieuw zullen uitsterven. Wat te doen? In theorie zouden we... een Jurassic Park! We zullen ze voeden en het klimaat kunstmatig in stand houden. Deze plek zou de meest winstgevende toeristische plek ter wereld kunnen worden. En zal ook nog een wereldwijde leverancier van eieren en mest zijn. Dinopoep. Maar dan nog. Een gewone dinosaurus eet een ton gras per dag. Of meer dan 100 kilo vlees. Meer dan waarschijnlijk zullen de dinosaurussen alle fauna in het park opeten. En daarna waarschijnlijk elkaar opvreten. Tot ze weer uitsterven. Hoe je het ook wendt of keert. De dinosaurussen zullen in onze tijd gewoon niet meer kunnen leven. Wil je ze echt redden, Arnie? De enige optie is de dinosaurussen terug te sturen naar het verleden. Naar hun perfecte wereld. Tijd om afscheid te nemen, Arnie. Dan weet je tenminste dat ze beter af zullen zijn. De stad is een chaos. Twee reuzen, King Kong en Godzilla, zijn aan het vechten. Goedemorgen, Arnold. Wat zijn je plannen voor vandaag? Misschien is het plan voor vandaag... probeer niet te sterven. Ben je bang, Arnold? Maar wat als dit allemaal verzonnen is? Wat als ik je vertel dat nog King Kong, nog Godzilla kan overleven op aarde? Het is vrij simpel. Kijk, de grootste man ter wereld ooit was Robert Pershing Wadlow. Zijn lengte was 2 meter en 72 centimeter. En hij leefde slechts 22 jaar. Hij leed aan een ziekte genaamd gigantisme. Bij deze ziekte geven de hersenen een overmatige hoeveelheid groeihormoon af. Daarom werden in het proces van de menselijke evolutie de normen voor lengte en gewicht vastgesteld. En worden grote afwijkingen als ziekte beschouwd.
Een van de grootste belastingen is voor het hart. Dat 15 liter bloed moet laten circuleren in plaats van slechts de normale 5. En het hart is vaak niet al te lang bestand tegen zo'n zware dynamiek. Maar hoe zit het dan met het feit dat er andere reusachtige schepsels op aarde zijn, zoals walvissen? Nou, alles kan makkelijk verklaard worden. De dichtheid van water is hoger dan de dichtheid van lucht. En is bijna gelijk aan de dichtheid van de mens. Daarom kunnen wij drijven op het oppervlak van zout water. Dit betekent dat de habitat zelf het gewicht van levende wezens draagt. Bijvoorbeeld walvissen, waarvan de voorouders 50 miljoen jaar geleden eruit zagen als een hond met hoeven. Godzilla en King Kong konden op aarde niet bestaan, alleen al vanwege onze vriend zwaartekracht. Maar stel dat we de zwaartekracht uitschakelen om het bestaan van Godzilla en King Kong wetenschappelijk mogelijk te maken? Alles op aarde wat niet aan de grond vastzit, zou de ruimte ingaan. Dat is inclusief mensen die, als ze in de open lucht worden gevangen, naar het hiernamaals worden geschoten. En de gelukkigen, die zich ergens in een kamer bevinden, kunnen nog enige tijd leven tot de huizen uiteindelijk omhoog vliegen. En op het einde zal onze planeet volledig in stukken afbrokkelen. Om de aarde te vernietigen hoef je dus niet te wachten op een gevecht tussen twee reuzen. Je kunt gewoon de zwaartekracht uitschakelen. Hier is Arnold. De laatste keer lieten we hem in de ruimte zonder ruimtepak. En het lijkt erop dat hij het hier niet leuk vindt. Laten we hem terugbrengen naar de aarde. Of liever gezegd, in de oceaan. Je hebt geluk gehad hier. Dus je bent in de potvis. Maar waarom heb je dan geluk? Je bent door de tanden van de potvis geglipt. Elke tand weegt 1 kilo en kan elk van je botten verpletteren. Het is hier behoorlijk donker. Waar komt het licht vandaan in de potvis? Er zijn tonnen water om je heen, vis en plankton. Het IQ van alle wezens is groter dan dat van jou. Nu heb je 2 manieren om hier weg te komen. De keel van de potvis is maar 20 centimeter in doorsnee. Dus het is onwaarschijnlijk dat je zonder onze hulp in deze maag komt. Je verhaal eindigt hier. Het zoutzuur in de maag van de potvis is zo geconcentreerd dat je last hebt van vele chemische brandwonden en pijnlijk sterft aan een shock. De tweede uitweg is veel beter te doen. Nu zal de potvis zich gaan ontdoen van het overtollige water. Al het oneetbare en, als je geluk hebt, jij ook. Walvissen zwemmen op een diepte van 200 meter. Maar zo'n onvoorbereid wasje als jij kan alleen maar op een maximale diepte van 20 meter ontsnappen zonder uitrusting. Maar wat is dat? Ruik je rook? Waar komt de rook in de potvis vandaan? Arnold, heb je het gevoel dat je een echte jongen bent? Oké, maar je zult zeker niet verdrinken in het water. Hey Arnold, zit je in bad? Stel je voor dat de golf je niet in de badkamer pakt, maar in de zee. De Zwarte Zee is in feite ook een grote badkuip. Zo groot als 1,5 miljoen kubieke kilometer. Het zou ongeveer 243 miljoen jaar duren om hem te vullen. De plotselinge beweging van tektonische platen veroorzaken golven. De zeebodem komt enkele meters omhoog en creëert zo de dodelijke tsunami-golven. We bevinden ons nu in Portugal. De hoogste golven ter wereld worden hier gevormd. Het is net een cheetah, maar dan in de wereld van de golven. Want zijn snelheid heeft al 100 km per uur bereikt. Een Hawaïaanse surfer ving hier een golf van 24 meter. Hiervoor kwam hij in het Guinness Book of Records. Heb je ooit gehoord van een killer wave? Dit zijn enkelvoudige golven van 25 tot 30 meter hoog die niet te zien zijn. Zelfs niet vanaf een schip. Ze kunnen plotseling en onmerkbaar verschijnen. Daarom is er heel weinig tijd om de bemanning van een schip te redden. Killer waves kunnen een schip doen zinken in slechts 1 klap. Zelfs Conor McGregor zou jaloers zijn op zo'n knockout. De grootste golf ooit gemeten werd in 1958 gevormd in de Lituya Bay in Alaska. De golf bereikte een hoogte van 30 meter en bedekte de bergen naast de baai. Als gevolg daarvan werd alle vegetatie tot een hoogte van 520 meter boven de zeespiegel vernietigd. En dit is de hoogte van 5,5 vrijheidsbeeld. Op een kust zal de natuur zelf de nadering van een tsunami laten doorschemeren. Dieren voelen de ramp aankomen en beginnen ergens heen te vluchten of gedragen zich vreemd. Vogels vormen zwermen en vliegen weg.
Als je aan land bent, stap dan in een auto, op een fiets, vlucht. Vraag King Kong om u een lift te geven. Er wordt geadviseerd om tot een hoogte van 36 meter boven de zeespiegel te komen. Arnold, je kunt beter naar de bovenste verdieping van het Empire State Building gaan. De wolkenkrabber is 102 verdiepingen of 280 meter hoog. De lift gaat met een snelheid van 210 meter per minuut omhoog. Dus je hebt zeker tijd. Oh, nou, dat is ook mogelijk. Schreeuw niet onder water, anders zul je stikken. Hou jezelf bij bewustzijn met alle middelen. Arnold! Arnold! Vandaag gaat hij proberen een megalodon te vinden. Een gigantisch prehistorische haai, 15 meter lang. En een gewicht van 40.000 kilo. Hij lijkt op je moeder, Arnold. Alleen een beetje kleiner. Om megalodon te vinden, moet Arnold een diepe duik nemen naar het laagste punt op aarde. De Marianentrog. Arnold, let op deze markering van 170 meter. Het is precies op de diepte dat een man zal worden verpletterd door de druk van het water. Laten we je goed voorbereiden. Stop! En deze deur kan echt niet tegen beide. Laten we verder duiken. Zonlicht dringt maar door tot een diepte van ongeveer 1 kilometer. Arnold, kijk! Dit zijn hydrothermale bronnen, genaamd de Black Smokers. Ze spuwen water uit met een temperatuur van 450 graden Celsius. De temperatuur is ongeveer 4 graden op de bodem van de Marianentrog, als gevolg van deze warmtebronnen. Nou, hier zijn we dan op de bodem. De druk is hier 108,6 megapascal. Dat is 1000 keer hoger dan aan de oppervlak. Er is 1,7 ton druk per vierkante meter. Als je geen onderzeeër had, zou je platgedrukt zijn tot de dikte van aluminiumfolie. Het lijkt erop dat er hier geen megalodon is. Door de hoge druk verandert alles op deze diepte in een kleverig slijm. Dus je bent hier thuis. Laten we hier weggaan. Zoals je kan zien zijn er geen megalodons, zeemeerminnen of andere magische wezens in de Marianentrog. Dat zijn allemaal sprookjes. Weet je, Arnold, ik had het mis. Je moeder ziet er niet uit als een megalodon. Meer op de aardsdemon Cthulhu. Arnie, Arnie, wakker worden. Een gigantische tornado raast op je huis af. Ren snel de straat op. Je moet in de open lucht komen. Goed gedaan. Natuurlijk, om je echt te redden was het een goed idee geweest om je in de kelder van je huis te verstoppen. Maar natuurlijk is het interessant voor mij en onze kijkers om te zien wat er met jou gebeurt binnen in de tornado. Klaar? En ga! Wat zit erin, Arnie? De breedte van de trechter van de grootste tornado's kan oplopen tot 1500 meter. Je zult daar zijn als hij ronddraait. Elk jaar ontstaan er in de Verenigde Staten zo'n 1000 tornado's. En maar een paar daarvan zijn echt gigantisch. Je hebt weer geluk, Arnie. Je zit in een van die. Ik denk dat het nu een goed moment is om lage druk en zuurstofontlading te bespreken. De atmosferische druk binnen in een tornado is zo laag dat jouw longen niet genoeg zuurstof uit de lucht kunnen halen. En na slechts een paar minuten zal je flauw vallen en stikken. Oeh, eindelijk! Ik werd echt moe van jouw geschreeuw. Zulke ijle lucht staat gelijk aan het beklimmen van de Mount Everest zonder zuurstoftank. Bergtoerisme is duidelijk niet voor jou, Arnie. Maar in een tornado, in plaats van te sterven aan gebrek aan zuurstof, zul je waarschijnlijk het loodje leggen door de botsing met andere objecten die met je meegesleept worden. Je weet wel, vliegende bomen, dieren, auto's, daken van huizen en zelfs hele huizen. Alles wat zich op een pad van de superkrachtige tornado bevindt, zal in een woordenstroom worden getrokken en met een snelheid van wel 500 km per uur ronddraaien. En zelfs als jij je voorstelt dat je door een of ander wonder deze botsing met dit puin kunt vermijden, en als een zuurstoftank geen zorg is en je op een of andere manier binnen in de tornado overleeft, vergeet dan alsjeblieft niet. De tornado zal vroeg of laat eindigen. En zo zal de trechter je laten gaan. En je zult van een behoorlijke hoogte vallen. Terug naar de vaste grond. Dat ga je zeker niet overleven, Arnie. Oké, ik zal je weer redden. Waarom doe ik dit? Je hoeft me niet te bedanken. Elon Musk heeft een nieuwe raket gelanceerd in de ruimte. En de ruimte heeft een meteoor teruggelanceerd naar Elon Musk. Arnold, relax. Jij weet niet eens wat een meteoor is. Een meteoor is een groot hemellichaam van kosmische oorsprong. Hun massa varieert van een paar gram
tot duizenden tonnen. En wees niet bang. Er is in de geschiedenis maar één meteoorinslag geweest die iemand heeft geraakt. In 1954. En zelfs toen raakte het alleen maar iemand in zijn been. Het lijkt erop dat iemand zich vrijwillig opgeeft om de planeet te redden. En hij barst gewoon van enthousiasme. Het lijkt erop dat deze aflevering de kortste ooit zal zijn. En een gelukkig einde zal hebben. Nee, laat maar zitten. Hetzelfde als altijd. Het lijkt erop dat onze planeet op het punt staat vernietigd te worden. Of misschien is er een andere redder. Zou het Arnold kunnen zijn? Uitstekend! We kiezen een outfit. Dus dit is een nee. Zeker niet deze. Nee. Nee, niet deze. Nou, dit is wat je nodig hebt. Hoewel, we kunnen gewoon kopiëren wat Project Dart van SpaceX deed. Het is de bedoeling dat in 2022 een ruimteschip van 500 kilogram tegen een asteroïde genaamd Didomus ramt met een snelheid van 6 kilometer per seconde. De automatische piloot is nog niet geïnstalleerd, dus je zult handmatig moeten vliegen en een held worden. Oh, wauw! Arnold, heb je het overleefd? Net als alle andere laagste vormen van leven, zoals microben. Maar nu is er een klein probleem met water. Nadat de meteoor met een diameter van 100 kilometer de aarde raakte, vernietigde de schokgolf bijna al het leven binnen een straal van 100.000 vierkante kilometer. Er kwam een enorme hoeveelheid zwavel vrij. En stof en as van de vernietiging steeg op in de bovenste atmosfeer en blokkeerde de toegang van de zonnestralen. Je zult wel honger hebben. Het is goed dat je je ruimtevoedsel in de raket hebt bewaard. Was er geen eten? Dat is verschrikkelijk. Omdat er geen voedsel meer is op de aarde. Het is goed dat je in een ruimtepak zit, want het is min 50 graden buiten. En je wilt hier niet lang blijven lopen. Kijk uit! Ik vergat toe te voegen dat kakkerlakken het ook overleefd hebben. En ze zijn een klein beetje gemuteerd. Je kan beter vluchten. To infinity and beyond. Arnold, hoe heb je jezelf in zo'n situatie gebracht? Kleed je aan, Arnie, want met een lichaam als het jouwe kunnen we ons hele vrouwelijke publiek verliezen. Zoek je overeenkomsten tussen jou en Schwarzenegger? Je hebt er in ieder geval één. En dat zijn jullie namen. Je zult moeten beginnen met trainen als je een lichaam als het zijne wilt hebben. En ook je gebruikelijke dieet opgeven. Of heb je misschien nog andere opties? Arnold, meen je dat nou echt? Steroïden? Ten eerste is dat illegaal. En ten tweede, en ik herhaal dit, het is illegaal. Spieren die uit eiwitverbindingen bestaan, worden opgebouwd door microscheurtjes. Die binnen een paar dagen hersteld zijn en de spier sterker en groter maken. Steroïden zijn stoffen die eenmaal in het lichaam omgezet worden in hormonen die het herstelproces verdubbelen. En tegelijk het spiervolume drastisch vergroten. Na inname van zoveel testosteron beginnen onomkeerbare processen in het lichaam. Je ziet een toename van acne, een afname van de grootte van de testikels en ongerechtvaardige agressie. Hoewel, ik weet wat de oorzaak was en waarom. Geen zorgen, Arnold. Je zult in ieder geval iets anders groots hebben. Het lijkt erop dat deze wannabe-behandeling alleen gemaakt is voor luie mensen zoals jij. In feite betekent het gebruik van steroïden dat je niet eens hoeft te sporten om aan te komen. Natuurlijk zal het gebruik van zoveel testosteron je libido verhogen. Je zult vrijwel onmiddellijk meer lichamelijke aandacht willen. Hey Arnold, kom op. Dat is gewoon te veel. Dus je besloot je foto's te uploaden naar een dating-app? Gefeliciteerd, je hebt een match. Aan haar foto's te zien hebben jullie veel gemeen. Hoe ga jij verrassen op je eerste afspraakje? Geweldig, Arnold. Jullie twee zijn beslist voor elkaar gemaakt. Goedemorgen, Arnold. Ik zie dat je niet alleen wakker bent geworden. Wat? Ben je bang, Arnold? Ik vergat je te vertellen, testosteron beïnvloedt vrouwen op zijn eigen speciale manier. Ze krijgen gezichtshaar zoals mannen. En hun stem wordt dieper en ruwer. Maar haast je niet zo naar buiten. Het is gevaarlijk, want je hart is niet meer zo goed als vroeger. Nu kun je gemakkelijk een hartaanval krijgen. Maar het ergste is dat zelfs het helemaal opgeven van testosteron je niet van de gevolgen af zal helpen.
Je wordt dik en geestelijk onstabiel. Ja, Arnold, uiteindelijk is de situatie nog erger dan toen je begon. Vandaag heeft hij zijn ontbijt gemist, dus hij is een beetje verdrietig. Dat geeft niet. We zullen je helpen, Arnold. Ja, Arnie, het is allemaal voor jou, maar op één voorwaarde. Je moet alles opeten. Om het experiment te laten werken, moet je de juiste producten kiezen. Chocoladecake en vlees. Na het eten van zo'n grote hoeveelheid voedsel, zul je een beetje slaperig gaan voelen. Zoete dromen, Arnie. De waarheid is dat je waarschijnlijk midden in de nacht wakker wordt met een vreselijke buikpijn. Je maagslijmvlies rekt uit en zet uit. Goedemorgen, Arnold. We hebben ontbijt voor je gemaakt. Hoe meer je eet, hoe moeilijker het voor je is om te bewegen. En als gevolg daarvan verbrand je niet veel calorieën. Het is jammer dat er geen wielen aan je stoel zitten. Niet waar, Arnie? Na een paar maanden word je groot en belangrijk. Je oma zou trots op je zijn. Wat? Doet je hart pijn? Ben je kortademig? Dat is volkomen normaal. Hoge bloeddruk en hartkwalen zijn heel normaal bij zwaarlijvigheid. Rust wat uit, Arnold. Ga online met de abonnees. Wat? Ze noemen je dikke sloeper in de comments. Jij arm ding. Veel dikke mensen lijden aan depressie. Wees niet verdrietig. Je kan een superster sumo-worstelaar worden. Sport gaat je redden. Ontmoet de taartafstraffer en liftvernietiger. Yusako Fatuaso. Ben je er klaar voor? Fight! Arnold! 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 Waarom tril je zo? Is dit woede? Ah, ik denk dat ik het begrijp. Je enorme maag is begonnen te drukken op je longen en je kunt niet ademen. Nee, ga niet dood! Hoe zit het met dat laatste kleine stukje donut? Waar ging je heen, Arnold? Wil je weer terug naar het middelpunt van de aarde? Ik weet zeker dat we dit gebruiken voor het onderwerp van vandaag. Laten we eens kijken hoeveel gewicht je kunt aankomen. Simpel gezegd, om extra kilo's aan te komen, moet je het aantal calorieën dat je eet constant verhogen. Met jouw gewicht en luie levensstijl is het genoeg om 6 Snickers per dag te eten om aan te komen. Wanneer je 300 kilo bereikt, moet je 14 Snickers per dag eten. En wanneer je 2000 kilo bereikt, zul je moeten eten, eten, eten en nog eens eten, totdat je 17.000 calorieën per dag eet. Niemand heeft ooit zo'n massa bereikt. 2000 kilo zou je lichaam eenvoudigweg vernietigen. Vet zal je organen en aderen samendrukken. Je zult beginnen te stikken. Je sterkste botten, die 4 keer sterker zijn dan beton, zullen breken als je probeert op je voeten te staan. Met dit gewicht kun je nog maar een paar seconden leven, tot het vet je volledig burgt. Dus laten we je een beetje uitzuigen. Het lijkt erop dat je een BH van je moeder moet gaan lenen. Hoe meer vet in je lichaam, hoe intensiever vrouwelijke hormonen worden aangemaakt. De borst wordt groter, de stem wordt dun en je kleine vriend komt 's morgens de zon niet meer tegen om de dag te begroeten. Wat een twist. Het lijkt erop dat Lolita 97 een erg jaloerse echtgenoot heeft. Probeer jezelf niet te verstoppen. Er zit genoeg vet in je lichaam om 3 jaar zonder eten in een kast te zitten. Je hoeft alleen maar vitamines te slikken en water te drinken. Ah, laat maar. Wat is er mooier dan een zomerse wandeling in een park? Wij kiezen ons lot niet. Het kiest ons. Arnold, kijk uit! Wow, het lijkt erop dat iemand hier radioactief afval heeft gemorst. Hey, Arnold, nu kun jij een superheld zijn. Wist je dat Marvel's Wolverine oorspronkelijk Badgerman zou heten? Dus in dit geval ben jij Beef Skunk Packerman. Gaaf. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat een superheld 3 superkrachten heeft. Maar jij bent niet de enige met superkrachten, Arnie. Een zwaardmeester uit Japan, Isao Machi, kan bijvoorbeeld een kogel met een snelheid van 320 km per uur doorsnijden. Slavisla Pajkic uit Servië kan letterlijk 20.000 volt elektriciteit aan. En hij kan ook eten koken door elektrische stroom door zijn lichaam te laten lopen.
Wim Hof uit Nederland kan urenlang temperaturen onder nul verdragen. En hij heeft zelfs de Mount Everest beklommen in zijn onderbroek. En jij dan, Arnold? Yeah. Wauw, gefeliciteerd! Ik zie dat je het vermogen hebt gekregen om spijkers met je schedel te slaan, dammen te bouwen en zelfs supervlooien te kweken op je eigen lichaam. Maar serieus, als je denkt dat jouw superkrachten belachelijk zijn, kijk dan eens naar de DC Comics Dog Welder, wiens kracht het is om honden aan zijn vijanden te lassen. En Zeitgeist uit de X-Men ontdekte na een nachtelijke drinkpartij dat hij de mogelijkheid had om zuur te kotsen. Wist je dat de netto-waarde van Batman 98 miljard dollar is? Het lijkt erop dat superheld zijn een zeer lucratieve zaak kan zijn. En het allereerste exemplaar van de Superman-strip werd op een veiling verkocht voor 3,5 miljoen dollar. En te oordelen naar het aantal aanvragen op Google is Spider-Man nu populairder dan de president van de Verenigde Staten. Arnold, ik weet dat dit heel cool is, maar toch, de belangrijkste taak van een superheld is niet om zich te koesteren in glorie, maar om te vechten voor het goede. Hé jongens, de wereld is in gevaar. De wereld is verdoemd zonder jullie. Oké, zeg niet dat ik jullie niet gewaarschuwd heb. Stel je nu eens voor dat je twee hoofden had. Je zou veel populairder zijn. Je leven zou veel interessanter zijn. Je zou slimmer zijn. En je zou eindelijk normaal kunnen leren fietsen. Kijk, dit is dezelfde man van het bord. De circusringmeester. Oh mijn god. Heeft die leeuw echt net de hele tweekoppige kerel ingeslikt? Nee, eigenlijk, het lijkt erop dat de twee hoofden ongedeerd zijn. Maar wat gaat er nu gebeuren? Wordt de grote show van het seizoen afgelast? Hey, het lijkt erop dat de manager je heeft opgemerkt en wil dat je in de cast komt. Maar alleen als je ermee instept deze twee zo goed als nieuwe hoofden op je lichaam te laten naaien. Is dat niet waar je altijd van gedroomd hebt? Eigenlijk past het wel bij je, Arnold. Nu is het tijd om je rol te repeteren. Ik hoop dat je het niet verpest en deze mooie hoofden te schande maakt. Je zult moeten jongleren, terwijl je met je eenwieler op een springplank door brandende hoepels rijdt. Jee! Ze schijnen het niet leuk te vinden dat je zo dom doet, Arnie. Probeer je niet te bemoeien met de professionals die je lichaam besturen. Het enige wat jij moet doen is ervoor zorgen dat de voorstelling niet verpest wordt. Het mooiste uur is aangebroken, de grote première. Alle ogen zijn op jou gericht, Arnold. Vandaag ben je het hoofdbestanddeel van de show. Fingers crossed, maatje. Je doet het geweldig. Alleen nog een beetje meer. En is dat Dartagaya? Is ze naar je komen kijken? Nee, laat je niet afleiden. Niet nu, Arnold. Wat een sukkel. Door te proberen een heer te zijn, heb je jezelf en de gebroeders Strule te schande gemaakt. Dat was de grootste mislukking die dit circus ooit gezien heeft. Psst, Arnold. Arnold, word wakker. Je hebt ze zo kwaad gemaakt dat ze van jou af willen. Je weet toch dat je niet van ze weg kunt lopen? Hoewel, je bent zo onhandig dat het je lijkt gelukt te zijn. Bijna gelukt.